Ja, dat prachtige gedicht van Gerard Reve, Droom. Het is een heel bijzonder gedicht. Hij heeft dat op vrij jonge leeftijd geschreven, toen zijn moeder overleed. En het geeft heel erg goed weer hoezeer hij van zijn moeder hield, gehouden heeft. En hoeveel respect hij ook had voor haar. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Ik heb dit gedicht uit een bundel, dat is deze. En dit is een verzamelbundel met alle gedichten van Gerard Reve. En het bijzondere daarvan is dat bij dit boekje ook een cd is uitgebracht. En op die cd draagt Gerard Reve zelf alle gedichten voor die in de bundel staan. En dat is heel mooi, want Reve had nogal een kenmerkende stem en een heel bijzondere manier van spreken. En dat draagt wel bij aan het effect van het gedicht. Ik ga het even opzetten voor je. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder, eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk. Ja, het is een geweldig mooi gedicht, vind ik nog steeds. Het behoort al jaren tot mijn favorieten. Hoe komt dat nou? Er zit een ontzettend groot gevoel in dit gedicht, terwijl dat niet letterlijk wordt uitgesproken. En dat is mooi en dat noemen we dan in de literatuur een metafoor. Ik ga er even doorheen lopen. De eerste regel is dus: vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder, eindelijk eens goed gekleed. Nou, dat vind ik heel bijzonder, omdat je meteen in een verhaal zit. Hè? Je ziet de scène eigenlijk voor je. Gerard Reve droomt dus. En hij zegt niet van: vannacht droomde ik over mijn moeder, of ik had een droom waarin mijn moeder voorkwam. Nee, hij zegt: vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Dat is een soort gedragen manier van weergeven en dat is ook weer kenmerkend voor Reve. Die had nogal een verheven manier van praten, een beetje klassiek, een beetje deftig af en toe. En dat gebruikte hij ook echt voor zijn werk. En hier klinkt dat ook heel mooi, omdat dat meteen weergeeft hoe de dichter tegenover zijn moeder stond. Hè? Van, als een soort verschijning. Je moet ook meteen aan een soort Maria-verschijning denken. En dat is ook iets des Revens, want die had ook wel iets heel bijzonders qua gevoel met de katholieke kerk. Hij zegt dan in het tweede deel van die regel: eindelijk eens goed gekleed. Nou, dat zegt een heleboel, hè? Eindelijk eens goed gekleed. Dat betekent dus eigenlijk dat ze nooit goed gekleed was in het aardse leven. En dat hij haar dus nu wel zo ziet, tot zijn grote vreugde, denk ik. Het is bekend dat Reve komt uit een bijzonder armoedig arbeidersgezin. Zijn vader was nogal onhebbelijk, zullen we maar zeggen, en altijd aan het werk. En zijn moeder bestierde het gezin. Ik weet niet precies hoe groot dat was, maar dat was veel werk. En er moest altijd geld bij verdiend worden en er moest gesloofd worden, zeg maar. Dat betekent dus dat er was sowieso geen geld om jezelf goed te kleden, maar er waren ook eigenlijk helemaal geen gelegenheden om je goed te kleden, want dat was allemaal niet nodig. En nu zegt hij dus, in zijn droom ziet hij haar eindelijk eens goed gekleed. Dan zegt hij: boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Nou, dat is ook weer een prachtige setting om even aan te geven hoe hij het zag. Hè? Het is ook heel mooi, want je weet ook meteen dat hij echt droomde. Ze loopt dan boven het woud, dus dat is al een soort vreemd beeld, waarin ze met de dood wandelde. De dood schrijft hij dan ook met een hoofdletter, dus dat ziet hij dus ook echt als een personage, die ook zichtbaar is. Hè? Misschien wel als een skelet met een zeis, of weet ik veel. Er verhief zich een sprakeloze stilte. Nou, dat is iets waar dan moet je over nadenken. Dat is een soort omkering, of een soort dubbele uitdrukking, want een stilte kan natuurlijk helemaal niet sprakeloos zijn. Sprakeloos, dat is een mens, als je niet meer weet wat je moet zeggen. Een stilte is gewoon heel groot of enorm. Maar juist doordat hij dat zegt, sprakeloze stilte, door die dubbelheid, wordt dat nog sterker. Hè? Een stilte die zo stil is, dat hij zelfs niet meer weet wat hij moet zeggen.
En dan zegt hij, wat ook heel grappig is, ik was niet bang. Dus ja, dat wil maar even zijn eigen gevoel weergeven. Van, ik zie dat allemaal. En nou ja, er zit een soort tevredenheid in. Een soort berusting ook. En een soort een goed gevoel in het verdriet om zijn moeder. Maar toch een goed gevoel dat hij haar zo ziet. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Nou, dat sluit weer mooi aan bij dat eindelijk is goed gekleed. Hè? Dus ze is en goed gekleed. En gelukkig, en ook nog uitgerust. Nou, dat zegt dus alles over de positie van zijn moeder in het aardse leven. Nooit goed gekleed, ongelukkig misschien, en ook altijd moe van het harde werken. En dat ziet hij nu allemaal anders. En hij zegt ook niet van, ik zie dat ze gelukkig is. Nee, het scheen mij toe. Oftewel, hij weet het ook niet zeker, maar het leek erop. En dan de laatste regel, de uitsmijter. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk. Ja, dat is dan weer zo'n prachtige versterking van dat regeltje eindelijk is goed gekleed. Want ze had niet alleen dus goede kleren aan, mooie kleren aan, maar ze had ook nog kralen om. Die pasten goed bij haar jurk. Er zit een soort respectvol gevoel in, wat ontzettend warm overkomt, vind ik. Het is heel erg terloops geschreven bijna, hè? Alsof je even een droom vertelt van, nou ja, ik moest vannacht... droomde ik van iets, dit en dat. Maar dus het is zo intens geschreven, met zoveel gevoel erin, dat je daar echt, ik word daar wel blij van als ik dat lees. Het heeft iets verdrietigs, maar ook iets heel moois, tegelijkertijd. Nou ja, dit is even in het kort wat de dichtkunst ons allemaal te bieden kan hebben. En dat vind ik een mooi voorbeeld daarvan, dus vandaar dat ik dit even wilde delen.